Circa 31.000 personen controleren persoonsgegevens. De wettelijke terinzagelegging, TIL, van de kiezerslijsten is al 2 weken in volle gang. Alle stemgerechtigden kunnen tot en met 14 maart nagaan of ze voorkomen op de kiezerslijst en of alle persoonsgegevens juist zijn. De werkgroep kiezerslijsten beschikt nog niet over alle cijfers van personen die de gegevens tot nu toe zijn gaan controleren, maar uit de verwerkte digitale data van de afgelopen dagen is het aantal gesteld op circa 31.000 personen, zegt Michael Cromodimejo, coördinator van de werkgroep kiezerslijsten. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.